moeilijk voor een man om te begrijpen. Een vrouw die heeft iets magisch om haar heen. Zie jij een mooie, dan dwing jij jezelf te kijken. Dan denk je, ach, was ze maar voor mij alleen. Het is vaak moeilijk voor een man om te doorgronden. Wat dat betreft ben ik geen groot strateeg. Dan denk ik maar weer terug aan die paar woorden die ik ooit van mijn oude Casanova kreeg. Lees je de ogen van een vrouw, dan weet je wat ze zeggen wou. Kijk ze weg en zonder glans, dan maak je zeker nooit een kans. Lees je de ogen van een vrouw, dan speel meer dan ze zeggen zou. Wanneer ze jou een knip opgeeft, dan heb je hoogstwaarschijnlijk beet. Een beetje aandacht doet ze goed en wees charmant. Overdrijven niet gelijk met het versieren, want voor je het weet vinden ze je arrogant. Maar het belangrijkste, dat blijven toch die ogen. Pas daarvoor op, het laat je smelten ooit misschien. Probeer dan maar het hoofd wat koel te houden. Dat had die oude Casanova goed gezien. Lees je de ogen van een vrouw, dan weet je wat ze zeggen wou. Kijk ze weg en zonder glans, dan maak je zeker nooit een kans. Lees je de ogen van een vrouw, dat is veel meer dan ze zeggen zou. Wanneer ze jou een knip opgeeft, dan heb je hoogstwaarschijnlijk beet. Als ogen stralen, dan vertellen ze verhalen. Voorzichtig dichterbij, maar als blikken konden tonen, laag ik onder de zone. Dus kijk nog even lief naar mij. Lees je de ogen van een vrouw, dan weet je wat ze zeggen wou. Kijk ze weg en zonder glans, dan maak je zeker nooit een kans. Lees je de ogen van een vrouw, dan speel meer dan ze zeggen. Wanneer ze jou een knip opgeeft, dan heb je hoogstwaarschijnlijk beet. Wanneer ze jou een knip opgeeft, dan heb je hoogstwaarschijnlijk beet.